Nou, die begrip waarmee ons hier werk is die besteding op die bruto binnenlandse product. Nou, wat ons in belang stel is wat word bestee op die goedere en dienste wat binnen die grense van een land geproduceer word. En as ons kyk na die ekonomiese deelnemers, dan sal ons sien, daar is huishoudings wat verbruiksbesteding doen. Met andere woorde, huishoudings koop goedere en dienste aan wat binnen die ekonomie geproduceer word. Plus investering deur privaat firmas, plus owerheidsbesteding wat goedere en dienste aankoop, en dan plus uitvoere, want dis waar die buiteland ons goedere en dienste aankoop, maar dan minus die invoere. Nou, hoekom word invoere afgetrek? En die rede is, besteding deur huishoudings, firmas en die owerheid is ook op die invoere. En as ons nou wil weet, wat is die besteding op die goedere en dienste wat ons geproduceer het, moet ons derhalwe invoere aftrek. So hierdie begrip sluit die uitvoere in, maar invoere word uitgesluit.